Hoi allemaal, ik zit nu nog in de auto, maar ik ga hier zo uit, want we zijn in de stad aangekomen. Want ja, ik heb heel veel gezien dat mislukt, maar ja, ik ga het toch proberen, want ik wil ook gaan proberen om te tie-dyen. Of het goed gaat, dat weet ik niet. Of fout gaat, dat weet ik ook niet. Maar eerst hebben we natuurlijk de spullen ervoor nodig, dus dat gaan we eerst halen. Mijn moeder heeft het verf al gehaald, dus we moeten alleen nog de spullen halen om ja, het verf op te doen. Dus om te gaan tie-dyen. De kleuren die ik trouwens heb zijn lichtgroen, een beetje ja, groen-blauwig vind ik zelf. Nou, cherry, ja, dat is een beetje roodachtig en we hebben nog zwart. Ik sta nu in de Primark, ze hebben hier van die leuke oversized truien, maar die hebben ze dus niet in mijn maat. Dus als ik het als ik daar deed, zou ik het niet passen. En dan zag ik ook dit, dit leek me ook heel leuk, maar het is een beetje doorschijnend. Dus dat is ook niet heel handig, maar ik kwam dus zo'n klein crop top hier achter me tegen. Ik ga hem even laten zien. Zo één. En dit zie ik wel heel vaak mensen tie-dyen en het ziet er altijd super leuk uit. Dus deze neem ik mee. Dit lijkt een beetje op het topje dat ik zelf ook heb met die rood met witte strepen. Dus die kan wel, maar ja, ik weet niet. Ik dacht deze vlek broek, toen ging ik hem pas gewoon op mijn broek aan, want het was ook zijn dicht. Maar ja, ik pas hem niet. Hij is een beetje iets te breed. En hij is te klein. Erg jammer dit. Misschien is wel zo'n soort witte joggingsbroek leuk om te tie-dyen. Ze hebben hier van die spijkerbroekjes en hij had zoveel witte, dus die gaan we ook proberen. Ze hadden ook voor dit soort losse broekjes, maar die pas ik niet. Dus dan gooi je eigenlijk geld weg en dat doe je natuurlijk niet. Deze pas ik wel en die kunnen we dus proberen te tie-dyen, maar we zitten nog even over na te denken. Maar als je mislukt, gooi je natuurlijk ook je geld weg. Ze hebben ook schoenen, die kan je ook tie-dyen, maar we weten natuurlijk niet heel goed hoe. Maar het zou wel kunnen. Ik kom hier hele leuke handdoeken tegen. En hier kan je dus ook gewoon tie-dyen. En dan heb je gewoon een tie-dye handdoek. En dat is natuurlijk wel super vet. En die hier beneden ligt is ook echt super groot. Dus die ga ik zeker meenemen. We gaan dat broekje dat je eerder in het video hebt gezien, gaan we wel terugbrengen, denken we. Want ja, als het fout gaat, dan gooi ik wel echt een broekje weg. En ja, het kost toch weer geld. We hebben ook nog twee hele leuke topjes zijn we ook nog tegengekomen. Dus die gaan we ook proberen te tie-dyen. Wel hopen natuurlijk dat het lukt. Dit is dus de handdoek en ik ga hem nu uitvouwen. Hatsja. Ha. Nou, hier kan ik wel lekker op liggen. En hij is ook super zacht. En lekker dik. We staan nu bij de kassa om af te rekenen, maar ik moet natuurlijk wachten tot er een kassa vrij is. Zoals je ziet is het lekker rustig, want niemand staat achter ons en er staan maar twee mensen bij de kassa. We lopen nu naar beneden en we hebben de tas. Yeah. Dus we gaan nu richting de auto en dan richting huis. Ik ben nu thuis aangekomen. Nou, jullie hebben gezien wat ik bij de Primark heb gekocht. Ik heb dus hier nu de crop top en het strakke t-shirtje. Maar wat heb je nog meer nodig? Handschoenen, want anders heb je ineens allemaal kleuren vingers. Ook leuk, maar het gaat niet zo snel vanaf. Natuurlijk het tie-dye verf. En ik gebruik hem van die Krul Javana textielverf. En dan heb ik een groen, maar dan heb ik ook nog een andere groen. Die cherry red en zwart. Ik ben super benieuwd of het werkt. Ze hadden helaas blauw en roze, hadden ze niet. Dus ja, dat is wel jammer. Misschien heb ik hem de andere keer wel. En dan hebben we elastieken. Dit zijn van die tie-dye elastieken, maar die zijn wat groter. Maar we hebben ook gewoon kleintjes. En we hebben natuurlijk een bak. En de shirtjes hebben we trouwens met de hand gewassen. Het kan natuurlijk ook met de wasmachine, maar ja, dat vond ik veel te lang duren. Dus ze zijn nu nog vochtig. Maar nu ga ik eerst mijn handschoenen aantrekken voordat ja, ik allemaal vieze kleurtjes om mijn handen heb. En we hebben ook nog folie voor later, dus als we de tie-dye erin hebben gedaan, omheen te wikkelen, zodat het lekker kan intrekken. Ik heb trouwens het helft van het poeder gebruikt en dat heb ik in een flesje water gedaan. Wel warm water, want ja, dan mix je natuurlijk beter. We hebben de tie-dye trouwens online besteld en dat was €3,25 als het goed is. En wij gaan dus aan de slag, maar ja, we gaan ook van boven filmen. Maar ik hoop wel natuurlijk dat het werkt, anders vergooi ik mijn geld. Maar ja, dit is natuurlijk ook een beetje saai. Dus fingers crossed dat het werkt. Dit zijn trouwens gewoon waterflesjes. En we hebben aan de bovenkant een gaatje geprikt. En ja, we hebben dus vier kleuren. En we gaan eerst even eentje wegleggen. Want ja, we kunnen natuurlijk niet twee tegelijk doen. En ik wil beginnen met de crop top. Ik ben super benieuwd. Ik wil op deze hoek een swirl effect maken. Dus wat je doet, je legt hem gewoon uit. En dan ga je hier zo draaien. Maar we gaan van boven filmen, zodat je het beter kan zien. Deze bandjes die stop ik dus naar binnen. Zo, dat makkelijk is. Zo.
Geen idee of ik het goed doe, want het is natuurlijk niet zomaar een t-shirt, want het is gewoon een beetje een crop top. En nu gaan we dus het midden pakken en dan zorg je ook dat je die onderste hebt en dan ga je het draaien. Het is natuurlijk voor de eerste keer nog een beetje moeilijk, want ja, ik doe het niet elke dag. Dan gaan we deze gaan we dus zo omheen doen, zodat het bij elkaar blijft. Ik heb er maar even twee keer omheen gewonnen, maar ik vind deze handschoen op dit moment heel even irritant, want ik ga nu nog in die tie-dye. Dus tie-dye dus doe ik heel even uit. Zo, en dan pakken we dus de wat kleinere, want die hoef ik er minder vaak omheen te binden. 1. En dan gebruik ik gewoon 3. Dit zit er ook 2 keer omheen, omdat je hem strak moet afbinden. Dus deze draaien we ook 2 keer. En dan wil ik nog een derde gebruiken. Dus we gaan er nu, ik wil er nog 2, want dan kunnen we gewoon van elke kleur wat gebruiken. En we kunnen ook gewoon deze grote elastieken gebruiken. Dus we gaan hem nu helemaal afbinden. En hoe strakker, hoe beter. Ik denk dat ik het zo goed heb verdeeld. Ik trek mijn handschoenen weer even aan. Want ja, ik wil geen... Nou, deze hebben we dus nu helemaal verdeeld. En ik trek nu even mijn handschoentjes aan. Want ik wil geen gekleurde vingers. Want ja, dat krijg je er bijna niet meer vanaf. Dus hier is hij. Dan pakken we de bak. Leg hem erin. Want ja, we willen natuurlijk niet dat het overal en ergens komt. Dus je moet ook niet te hard knijpen. Ik denk dat ik wil beginnen met rood. Want dat is wel een hele mooie kleur. Oké. We gaan voorzichtig knijpen, anders schiet deze dopper natuurlijk af en dat willen we niet. Ah, nee. Het is een beetje een kleine bak, dus ik kom er niet goed bij. Dus ik leg hem even aan de zijkant. Dus ik vul deze even in. Het is nog best moeilijk. Je zou denken dat het makkelijk is. Zo, en straks moet ik natuurlijk ook omkeren. Want ja, we hoeven niet alleen de bovenkant. En ik wil dus degene die aan de overkant zit. Dus ik doe deze, wil ik ook bij. Nu moet ik natuurlijk ook de andere kant doen. Dus ik leg hem nu even in deze hoek. En leg ik hier een papiertje op. Zo. Het is wel grappig om te doen. Nou, de rood is dan klaar. Nou, nu draai ik hem even, een gedeelte, zo, zodat ik dan deze kan doen, met groen. Oeh, deze gaat nog best makkelijk. Oké, en dat doe ik natuurlijk ook met de andere kant, dus ik... Nou, nu doe ik dus ook deze, en het maakt eigenlijk niet echt uit hoe je de verdeling doet. En nu ligt het een beetje op een watermeloen. Oké, dus nu pakken we de wat lichtere kleur. Dus ik pak hem weer heel even op. Dus nu pak ik de wat lichtere groen. Ben benieuwd of er verschil in zit. Oh ja, dat wel. Dus dat is wel gezellig zo. Ik leg hem hier, want dan hebben we hier nog zo'n gedeelte. Zo. En dit is zwart, maar hier ben ik natuurlijk wel een beetje bang voor. Want ja, zwart zou eigenlijk alles kunnen verpesten omdat het een hele donkere kleur is. Oeh, lijkt een beetje op bruinig. Het heeft ook weer een beetje een rode tint of zo. Oké, heel eng dit. Oeh! Beetje heel veel. Dan hebben we hier nog een laatste vakje van de bovenkant. Zo. Maar de onderkant is wel een beetje gekleurd, maar hij is nog meerdendeels wit. Dus we maken de bak even schoon en dan draaien we hem om.
Kijk, hij is nu meer een deel bruin-zwartig. Maar ja, daar gaan we gewoon met rood overheen. Kijk, hier was rood. Ik ga hem hier neerzetten. Zo. En nu doen we dus ook met deze. Ik hoop echt dat het werkt. Oké, dan is de rood dus ready, I think. Weg mee. Ja, dit shirt gaat mij sowieso denken aan een watermeloen. Hier. Misschien heb ik de verf al wat waterig gemaakt. Ik weet het niet, want het is natuurlijk mijn eerste keer dat ik dit doe. En dan hebben we dus nog de licht. En dan ligt hier ook gelijk, dus die doe ik er ook gelijk bij. Oh, oh, oh. Denken jullie dat dit gaat lukken? Ik weet het niet. Ik heb mijn twijfels. Nou, het watermeloenshirt is dan. En nu moeten we dus in folie gaan wikkelen, laten intrekken tot 6 tot 8 uur. En dan maar eens uitvouwen, uitwassen en in de wasmachine. Ik ben zo bang, hè. Nou, nu hebben we dus het folie. Tada! En dat moeten we dus natuurlijk omheen wikkelen. Oké. Tellen jou op. Nou, folie blijft wel natuurlijk een beetje allemaal aan elkaar plakken, dus dat is mooi. En nu moet het 6 tot 8 uur intrekken. Nou, ga je wat worden? Who knows? Fingers crossed. We zijn nu 7 uur verder, dus ze mogen uitgespoeld worden. We gaan eerst deze uitspoelen, want die is natuurlijk langer ingetrokken. En we moeten ze natuurlijk wel uitspoelen, dus het is nu wel wat later. Maar ja, het moet natuurlijk gebeuren. Dus ik hoop natuurlijk dat ik niet alles eruit ga spoelen en dat het er wel gewoon in blijft zitten. Dus ja, dit is wel even een spannend momentje. Doe het ook met handschoenen aan, want dan zit het alsnog op je vingers. En leg hem wel zo neer, anders zit het er dan natuurlijk op. Beetje. Ik ga eerst de elastieken eraf halen. Oh, je komt super veel kleurs op vandaan. Oké, 1. 2, 3 en de laatste 4. Nou, je ziet hier natuurlijk al wit. Oké, we gaan hem eerst uitvouwen. Kijken hoe hij eruit ziet. Oeh, het ziet er wel echt super vet uit hoor. Oké, hij hoort zo. Oh, ik vind hem wel nice. Zo ziet hij er dus uit. Dus het zwart is een beetje donkerbruin, maar het lijkt ook wel een beetje op rood. Nou, ik vind hem zelf wel leuk. Maar nu is het dus tijd om hem te gaan uitspoelen. Oh, zo eng dit. Oh oh. Ga ik hem verpesten? Ik weet het niet. Er komt hier dus geen kleurstof meer vanaf, maar wat nu roze is, dat was eerst wit, dus het lichtroze. Dus wat ik wel hoop, is dat het lichtroze wel echt weer wit wordt. Want ik vond de vorige, toen die net wordt uitgespoeld, vond ik ietsje leuker. Maar ik vind hem nog steeds wel leuk. Maar hij moet natuurlijk eerst in de wasmachine. Dus we gaan hem lekker in de wasmachine gooien. Maar tot nu toe is kleurstof er nog niet uit. Dus ik ben benieuwd. We hebben het labeltje eruit gehaald, dus we kunnen niet zien wat voor en achter is. Maar dit is dus de ene kant. En dit is de andere kant. Maar ik vind deze kant wel leuker. Dus ja, nu moet ik tot morgen wachten zodat het uit de was komt. En ja, kijken of het verf eruit is en hoe het er dan uitziet. Maar het roze erbij staat wel gewoon leuk. Het is nu de volgende dag en het t-shirtje is uit de was. Zo ziet hij eruit. Hij is wel gewoon gegaan naar pastelkleuren en ik vind hem wel echt heel leuk. Op een of andere manier vind ik dit lijken op een kalkoen.
Maar ja, het ziet er wel uit. De swirl die ik had gehoopt is er niet. Want waarschijnlijk hebben we te veel elastieken gebruikt, waardoor er natuurlijk meer wit over is. Waardoor de swirl minder goed is gelukt. En dan soms denk ik ook te klein en te kreukelig om echt hier op een swirl te maken. Want hier zie je wel een beetje gelukt. Maar ik denk gewoon dat de elastieken, dat je zo strak doet, blijft er natuurlijk meer wit over. En is er ook eigenlijk minder swirl te zien. Maar hou zeker mijn YouTube-kanaal in de gaten. Want ik ga ook nog deze handdoek tie-dyen. En ja, deze is eigenlijk best groot. En gaat het lukken of niet, dat weet ik niet. Want we hebben daar wel heel veel verf voor nodig. Dus ja, hopen dat dat gaat lukken. Maar dat gebeurt lekker niet in deze video. Dus moet je mijn YouTube-kanaal maar in de gaten houden. Dus vergeet dan zeker niet een duimpje omhoog te doen. En te abonneren. Baantje natuurlijk. Dan zie ik jullie weer in de volgende video. Doei!